Doordat ik verzamel, moet ik heel veel. Dat is, ik moet, ja, wat moet ik zeggen? Ik moet elke dag mail ik wel in het Engels, wel 2-3 keer in de week in het Duits. Ik moet al mijn poppetjes onthouden, want er is geen catalogus van. Dus ik moet kennis maken met de poppetjes, zodat ik weet welk poppetje ik heb en welke ik niet heb. En tot mijn eigen verrassing weet ik dat ook. Want zelfs als ik poppetjes tegenkom die heel algemeen zijn, zoals die girafjes, dan hebben ze misschien alleen maar een staartkraaltje, andere kleur, weet ik het. Is onvoorstelbaar, vind ik zelf ook heel bijzonder. Maar goed, het werkt nou eenmaal zo. Nou, en wat doe ik er nog meer voor? Ik ga de rommelmarkten af, de kringloopwinkels ga ik af. Het is een low-budget verzameling, dus ik doe alles zo goedkoop mogelijk. Wat ook betekent dat je op de fiets naar Vroomshoop rommelmarkt gaat of naar Enschede, naar de rommelmarkt, alles op de fiets, want je moet dat geld uitsparen. Maar ondertussen ben je wel met je lichaam bezig, met je conditie bezig. Het motiveert je gewoon heel veel om dingen te doen die je anders misschien niet zou hebben gedaan. Want naast het verzamelen heb je ook heel veel mensen leren kennen. Want je hebt zelfs wel eens een ruilbeurs hier in huis gehouden. Kun je er iets meer over zeggen? Ja, ik heb. Ze zijn hier in huis zijn 2 internationale conventies geweest. En dan komen mensen, ik vind uit de hele wereld, uit Australië komen ze, uit Amerika, uit Frankrijk, uit Duitsland, uit België, uit Zweden. Allemaal mensen die hier komen om poppetjes te ruilen. En ik heb dat eigenlijk begonnen omdat ik vind internet vrij anoniem. Dus ik heb gewoon geprobeerd of zij het leuk vonden om een keer samen te komen. En dat is gelukt, 2 keer gelukt. Daarnaast heb ik ook nog een bloemproject daar. Dat mensen dus een bloemetje zelf schilderen en dat naar mij toesturen met een foto van zichzelf met dat bloemetje. En dan kan ik namelijk op mijn website de foto plaatsen en weet iedereen wie is. En je denkt mee aan een speciale award. En wat houdt dat in en wanneer is dat? Een award is een prijs die je kunt winnen. Ik geloof niet zozeer dat er een echte prijs is, als wel dat er. Het is gewoon de eer die je krijgt. Het is de Dutch Collectors Award van 2018. En daar ben ik voor genomineerd. En we zijn nog met 2 dames in mijn categorie over. Ik en een andere dame. Dus dat is afwachten.